Die komt bij ons met een soort paardenwerken. Oké, voor je halen. Meneer Wegman, we staan hier op een belangrijke dag bij de landgoed Schagenwaard. Waarom is dit zo'n belangrijke dag voor u? Omdat we nu eindelijk kunnen starten met de bouw van de paardenfokkerij en de zorgboerderij. En hiermee geven wij het landbouwbedrijf ook een tweede leven. Wat was het eerste leven? Dat was een landbouwbedrijf en tuinderij. En nu wordt het? Nu wordt het een paardenfokkerij en een zorgboerderij. Kunt u eens wat vertellen, wat is een zorgboerderij? Een zorgboerderij zoals wij het voor ogen hebben is een boerderij waar de mensen dus echt als gasten komen voor dagbesteding. Wij gaan alleen eigenlijk voor dagbesteding en vooral bij de oudere mensen die dus problemen hebben en ook licht dementerend kunnen zijn. Waar zal de dagbesteding zo uit bestaan voor deze mensen? De dagbesteding zal bestaan uit eigenlijk heel veel dingen. Er wordt een boomgaard aangelegd, ze kunnen de fruittuin in, ze kunnen groenten kweken op kweektafels. Ze kunnen daarbij hebben een recreatiezaal waar ze kunnen creatief bezig zijn, schilderen, alles wat je bedenken kan. Ze kunnen met de paarden, kunnen ze paarden knuffelen, ze kunnen kijken wat wij heel belangrijk vinden en wat ik ook gezien heb bij een andere paardenfokkerij en zorgboerderij, dat als kinderen activiteiten ontwikkelen in de rijhal, dat de mensen er ontzettend van genieten. Hoe gaat u het allemaal doen? Eigenlijk leid ik het project, maar het bedrijf is van mijn zoon en dochter. We hebben mensen al aangenomen die alle papieren voor de zorg hebben en voor de paarden hebben. We hebben ongeveer 10 FTE's nodig. Ik wil niet dat het bedrijf afhankelijk is van vrijwilligers. Dat neemt niet weg dat vrijwilligers soms de kers op de taart kan zijn als ze meehelpen. Maar het moet niet zo zijn dat wij van vrijwilligers afhankelijk zijn. En hoe kun je hiervoor aanmelden? Hoe kun je hier terechtkomen om daar aan deel te nemen? De meesten zullen komen via de thuiszorgorganisaties en daarna moet er bij de WMO een aanvraag ingediend worden. Er zullen ook particulieren zijn die zelf iets willen, maar de meesten zullen via de thuiszorgorganisaties zoals Evian, Buurtzorg en de Omring zullen dat de leverancier worden voor de mensen die hier komen. En alleen voor mensen uit de gemeente Schagen? Wij denken aan Groot Schagen, dus dat is... maar ook uit Heerdegewaard, omdat we daar ook met onze apotheken zitten en van daaruit ook mensen zullen deze kant op komen. En ik zie hier ook een mooi pamflet staan van de fysiotherapie Hoep Zuid. Daar werkt u mee samen? Ja, we werken samen sowieso met fysiotherapie Hoep Zuid. En vooral wat we hier gaan doen is vooral bewegen. De beweging bij de mensen actief voor elkaar te zien te krijgen. Omdat uit allerlei onderzoeken en gebleken is dat als je de mensen met dementie veel laat bewegen, veel laat doen en een zinvol bestaan geven in het geheel, dat ze dan de dementie afremt, maar nooit weggaat. Vandaag wordt de eerste paal de grond ingeslagen? Ja, vandaag gaat de paal de eerste, door Jelle Beemsterboer zal de eerste paal slaan. En we hopen toch dat we op schema blijven, zodat we een beetje in mei open kunnen gaan. Ik begreep dat het ook nogal wat lastig was om te gaan heien. Ja, het probleem met heien zat hem in het feit dat dus de heipalen niet leverbaar waren. We hadden graag in juni al willen beginnen, maar we hebben nu pas vandaag de heipalen hier geleverd gekregen. En dat is doordat de bouw zo aangetrokken is. Ik heb alleen deze. Ja, de muur. Zeg maar de muur. Ja. Die zetten onder de paal. En dan gaat die mee naar beneden. Wordt het gelukt.